Hoi, mijn naam is Danielle Pasma van The Adventure of Lifetimes en ik ben reïncarnatiecoach. Maar wat sommigen van jullie misschien niet weten is dat ik ook schrijver ben. Ik ben schrijver van de roman Rode Handen, die geïnspireerd is op mijn eigen Adventure of Lifetimes. En die eigenlijk de kern van alles wat ik doe uitmaakt. Dat boek, Rode Handen, en mijn boek waar ik nu aan schrijf, Rode Draden, dat is het vervolg op Rode Handen, deel 2. Er komt ook nog een deel 3. En die gaan dus over mijn eigen ervaringen. Die te maken hebben met het wakker worden van mij als Two Spirit. Met me realiseren dat ik een eerder bestaan heb geleid als mijn mannelijke zelf, namelijk Tash. En ja, dat is een heel avontuur. Ik heb daar enorm veel herinneringen aan. En die heb ik verwerkt tot een roman. Met ook het verhaal erbij in het heden. Hoe dat op de hoofdpersoon uitpakt. En dat is uiteraard erg geïnspireerd op mijn eigen ervaringen. En voor deel 2, Rode Draden, ben ik nu weer volop aan het schrijven. En ik merk dat ik schrijven komt in vele vormen. En op dit moment ben ik aan het schrijven door in het bos te lopen. En dat is voor mij altijd een ongelooflijk manier van inspiratie krijgen. En mijn gedachten op een rijtje zetten. Gewoon zeg maar kriskras door het bos lopen en ronddwalen. En dan in mijn gedachten bezig zijn met alles. Want ik ben namelijk bezig met een behoorlijk ingewikkeld plot. En ik realiseerde me ook dat naar mijn idee ook inherent is aan een tweede boek van een trilogie. Dat is een soort tussenboek waar heel veel draden letterlijk samenkomen. Heel veel lijnen samenlopen. En in de constructie van, in de opzet van Rode Draden, van boek 2, lopen er eigenlijk 4 grote verhaallijnen die soort van synchroon moeten opbouwen. Er is namelijk een lijn in het verhaal die speelt in Nederland, hier. En er is een lijn die speelt in Hongarije. En dan heb ik het over de hedenlijnen, lijnen die in het heden lopen. Maar naast die lijnen lopen er ook 2 lijnen op dezelfde plekken in het verleden. En dat moet allemaal in elkaar grijpen en opbouwen. En dat is, ik moet zeggen dat ik mezelf als schrijver behoorlijk uitdaag. En dat is echt wel, dat het echt wel de next level voor mij is. En het is heel intrigerend hoe voor mij dat proces werkt. Ik vind het heel boeiend. Ik heb bij tijd en wijle grote wanhoop, omdat ik denk dat ik het allemaal niet kan. En dat hoort er ook bij. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat het ongelooflijk gaaf gaat worden. En wat nou zo bijzonder is, is dat dat mijn eigen reïncarnatielijn, mijn eigen reïncarnatieverhaal, mijn eigen ervaringen en herinneringen, een van die lijnen is. En dat is dus heel bijzonder, omdat je dan je eigen verhaal en ook ook dingen die er in het nu gebeuren, die geïnspireerd zijn op dat verhaal en op wat er ook voor mij in het nu gebeurt, aan het vervlechten bent met allemaal fictieve verhaallijnen die allemaal op elkaar in moeten haken en in elkaar moeten passen. En wat voor de lezer natuurlijk niet nodig is om te weten wat is. Dus dat is voor mij als schrijver is dat een ontzettende uitdaging. En dat is verschrikkelijk leuk om te doen. Maar daar heb ik af en toe inspiratie voor nodig. Dus vandaar dat ik even heerlijk nu in het bos aan het lopen ben. Ik zit hier nu aan de rand van het bos en ik kijk uit op de Voert. Dat is een hele mooie plek in Bergen. Heel oud polderlandschap waar ook heel veel historie ligt. Zou je ook zo'n boek over kunnen schrijven? Wie weet, ooit. En op de lijn, helemaal in de achtergrond
van de duinen. En dat is, en hier het bos ook, is prachtig. Het is het bos van het gebied van het Oude Hof. Ook een mooie historische plek. En met een oud herenhuis. Dus genoeg inspiratie om voor mij met mijn eigen rode draden te worstelen. En waar dus mijn rode reïncarnatiedraden ook een plek in hebben en een rol in spelen. Dus dat is leuk. Dat is spannend. En ik moet ook heel erg zeggen dat het terughalen van de herinneringen daarvan, die ik ook heel helder terugkrijg en waar ik nog veel meer van terugkrijg als ik begin te schrijven. Want schrijven is voor mij ook een manier om in regressie te gaan. Automatisch komen er allemaal weer dingen terug, omdat ik er gewoon weer simpelweg ben. En dus het is voor mij een heel intensief en spannend proces. Volgende week ga ik een week op schrijfretraite. Dan ga ik weer echt eventjes helemaal alleen maar met mijn boek bezig zijn. En dan gaat het verder groeien. Mijn streven is, ik zal het nog een keer herhalen om mezelf een schop onder de kont te geven en een stok achter de deur. Mijn streven is om versie 1 met midwinter af te hebben. En daarna moet er nog heel veel gebeuren. Dus verwacht niet dat het dan meteen 1 januari klaar is. Maar versie 1 is een enorme mijlpaal. Dus daar gaan we voor. Ik ga lopen, want het begint hier een beetje te regenen. Ik ga me een beetje verschuilen onder de bomen. En ik ga hopen dat ik wat weer een stukje helderder krijg over mijn rode draden. Oké, ik wens je een hele fijne dag. En ook voor de dagen die gaan komen. En remember, life is an awfully big adventure. Time and time again.